Welkom bij Lokaal Journaal, het nieuwsprogramma waarin we u op de hoogte stellen van alles wat er speelt in onze regio. Op 19 maart kun je bingoën bij Boezem & Co. Er worden 5 rondes gespeeld onder het genot van een kop koffie met wat lekkers. Er wordt ook bij deze bingo nog wat te winnen, namelijk prijzen die door de cliënten van Gemiva zijn ingepakt. Bij deze bingo is iedereen welkom. De bingo vindt plaats tussen 2 en 4 uur bij Boezem & Co. op de Boezemsingel in Oud-Beijerland. Op 1 maart houdt de Roze Salon een etentje in de Open Hof. Van 5 uur tot ongeveer 8 uur kan men genieten van een heerlijke maaltijd die door een groep deelnemers is bereid. Op het diner wordt er gestreden om een sfeer te creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht de seksuele voorkeur. Iedereen is welkom. Het doet dus om op 1 maart samen te genieten van een goed gezelschap en een smakelijke maaltijd in de huiskamer van de Open Hof aan de W. van Vliestraat 2A in Oud-Beijerland. In het makerslab van de bibliotheek is er weer iets nieuws om te ontdekken. 3D-printpennen. Of je nu je eigen originele oorbellen wilt maken, een unieke sleutelhanger of zelfs een miniatuurversie van het oude raadhuis, op 28 februari krijg je de kans om spelenderwijs 3D-tekenen te leren met deze innovatieve pennen. Mocht je nou geen ervaring hebben, maak je dan geen zorgen, want deze activiteit is toegankelijk voor iedereen, dus vanaf 8 jaar. Grijp je kans op 28 februari van 2:15 tot 4 uur in het Hoekse Maaklokaal in de bibliotheek Oud-Beijerland. Dat is gevestigd in het oude raadhuis aan Waterstal 1. Zuid-Beijerland staat op het punt een nieuw plein te krijgen, een ideeënplein. Dit virtuele platform is opgericht door Alice Wij om de levendigheid van Zuid-Beijerland te vergroten. Vrijwilligers worden nog gezocht voor dit project en inwoners worden aangemoedigd om actief deel te nemen en samen met Alice het dorp aantrekkelijker te maken. Creatieve denkers en doeners zijn van harte welkom om mee te doen en hun ideeën te delen. Op woensdag 14 februari werd de campagne Eerst je ID, dan alcohol gelanceerd bij 3 sportverenigingen in Oud-Beijerland. De campagne stimuleert jongeren om een identiteitsbewijs mee te nemen bij het bestellen van alcohol op de vereniging. Vrijwilligers worden ondersteund om de leeftijd van jongeren te controleren. Het doel is om te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol drinken op de verenigingen. Verenigingen die ook willen deelnemen aan de campagne kunnen contact opnemen met Hoeksewaard Actief. Tijdens de algemene ledenvergadering op 12 februari is Kees van Helfteren benoemd tot erelid van Zwem- en Waterpolovereniging ZVS. Hij is erelid als blijk van waardering voor ruim 25 jaar inzet. Zijn betrokkenheid begon in de jaren 90 als waterpolo-trainer, coach en scheidsrechter. Van 2013 tot 2023 was hij voorzitter en daarna bleef hij actief als bondscheidsrechter. Van Helfteren ontving een bos bloemen en het ZVS-zeuteltje als symbolische waardering. Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 februari is de Heijnen-Noordtunnel weer afgesloten richting de Hoekse Waard. U kunt omrijden via de Keeltunnel, die dan gratis is, maar houdt wel rekening met extra reistijd. Hartelijk dank voor het kijken naar Lokaal Journaal en tot de volgende uitzending. Wil je meer zien van Omroep Hoekse Waard? Volg ons op YouTube, Instagram, Facebook of ga naar de website. TV Hoekse Waard. Altijd dichtbij.